Hey Jordi, wat is er gebeurd? De bollentrui. Ja, kwam ons eerst over de meet op een soort van bergje in het Drentse land. En dat heeft mij 2 dagen bollentrui opgeleverd. Wat is het verwacht? Ja, het is natuurlijk niet echt een berg, maar ik had wel, als ik ervoor kon gaan, als ik bij elkaar bleef of in de kopgroep zat, had ik er wel natuurlijk voor gesprint. Wat voor plan kwam hier in de Olympisch Tour? Oh ja, gewoon lekker fietsen en kijken dag per dag wat er gebeurt. Mijn Olympisch Tour nu een mooi truitje hebben voor 2 dagen is ook al deels geslaagd. Als we dat eerste uur door zijn, beginnen we eigenlijk al aan de finale, zoals we gisteren hebben besproken. Ja. Ook als je ziet bijvoorbeeld, denk als we een dorpje ingaan, dan kan best wel bochtig zijn, dat je dan ook gewoon een paar posities, en ook gewoon als ploeg misschien een keer hard optrekken naar zo'n bocht of zo. Precies. Of valt het daarna stil, maakt niet uit, ze worden er wel moe door de rest. Dat is investeren in die voorkant van de wedstrijd. Ja, en als je krijg je gewoon weer terug inderdaad. Dan met de hele ploeg gewoon voordat ze gaan. Ja, en als je met de hele ploeg als eerste door de bocht gaat, dat scheelt gewoon energie. Nee, Henk gaat liever even vragen. En na iedere bocht kan het open zijn, na iedere bocht kan die wind opsteken en dan zit je er al. Ik had de naam niet. Ja? Het kan een mooi koersje worden vandaag. Jens, dan krijgen we elkaar 9e. Hoe gaat je Olympisch Tour toe? Ja, eigenlijk een goed begin, boven verwachting van mezelf. Is jouw verrassende tijd weer? Ja, ik wist dat het goed zat, maar ik had geen top 10 verwacht. Wanneer merk je dat het goed ging? Ja, het laatste stuk rechtuit 2 kilometer. En ik merkte dat ik op de 11 zat en niet zwaarder kon. Dus ja, dat merkte ik altijd goed. En toen gisteren weer 9e? Ja, we reden eigenlijk gewoon weg in schuifjes, een beetje overspringen. En op een gegeven moment met 13 man werd er geschreeuwd rijd door en toen waren we weg. En wat gaan we vandaag toch doen? Het kan zomaar hetzelfde zijn als gisteren. Veel aanvallen, veel chaos, veel nervositeit. De wind is al iets minder, maar wel nog hard genoeg. Fabio. Ik moest ook heel de koers, man. Ja, ik ook. Ik ben nog 1 keer bijna gestopt. Toen dacht ik, nee, Jim zei, kan je niet doen. Nee, stop op de koers. Zeg mij nog slippen die in de laatste ronde even. Ik geef een project in. Ik heb echt niet bij me. Oh, dan ga ik gewoon het podium maken. Ja, slippen. Ik zei gewoon nog staan op het podium, dat je wel geleden. En dat betekent dat we gaan naar de adelaar van Spijkenisse, dames en heren. Hier komt hij, Jordi Thale. Oh.